Over iets minder dan 2 uur lopen Rutte, Kaag, Hoekstra en dit keer ook Segers het statige landhuis van de Zwaluwenberg binnen. Tot en met vrijdag gaan daar de onderhandelingen voor een nieuw kabinet stug door. De kans dat er dan een coalitieakkoord is, is nihil. En daarmee wordt dit de langste kabinetsformatie ooit. Trekken ze zich dat aan of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Nou, die grens en het emotie en het sentiment daarover hebben we natuurlijk de afgelopen maanden wel vaker geuit. En daar zijn ze zich ook wel van bewust. Ik weet niet of het nu nog veel uitmaakt of het, nu we die grens eenmaal voorbij zijn, of het dan 1, 2 of 3 maanden langer nog gaat duren. Natuurlijk voor ons niet fijn dat het allemaal zo lang duurt, maar zij weten dat het zijn tijd vraagt langzamerhand. Ze sluiten zich 3 dagen, of in ieder geval tot met vrijdagmiddag op in dat landhuis. Blijven er dus ook slapen. Wat is het aan dat landgoed dat het anders onderhandelen is dan Den Haag bijvoorbeeld? Nou, de bedoeling is om echt meters te maken. De afgelopen tijd zag je dat vooral de secondanten met elkaar aan het overleggen waren. En dat was omdat de partijleiders ook vaak andere verplichtingen hadden. Vooral die van VVD en CDA, want die zijn alle twee minister. Hè? Mark Rutte en Wopke Hoekstra moesten daardoor ook veel andere dingen doen. Er was bijvoorbeeld algemene financiële beschouwingen voor Wopke Hoekstra. Die stonden op het programma. Mark Rutte moest naar een Europese top. Hoekstra moet vrijdagochtend overigens ook weer naar Rome voor de G20 om Nederland daar te vertegenwoordigen. Dus je ziet dat eigenlijk die agenda's van het ministerswerk heel vaak door die formatie heen liepen. En de bedoeling is nu dat ze in toch enige afgesloten setting, zonder dat ze zich ook moeten druk maken over stemmingen in de Tweede Kamer of overleggen in het kabinet, met elkaar gaan zitten en 2,5 dag met elkaar echt over die formatie gaan praten. En misschien ook zonder dat ze zich druk moeten maken over of Wouter de Winter nog vragen gaat stellen tussendoor. Want voor journalisten is het ook iets lastiger nu. Het is voor journalisten een frustrerende tijd, want die moeten allemaal bij het hek staan. Ik ben er bij de vorige formatie ben ik er ook geweest. En toen op een gegeven moment merk je dat het is de residentie van de inspecteur-generaal van Defensie. Dus de boel is behoorlijk beveiligd en afgezet. Ook op afstand van het hek waar je uiteindelijk nu naar binnen komt. Maar dan kwamen we erachter dat als je om het terrein heen loopt, dat je dan uitzicht hebt op de tuin. Dus dan gingen dus ook alle fotografen naartoe en alle cameramensen die dan vanaf een sta je ineens afstand, in de bosjes daar. In de bosjes, vrouw, dat had ik voor jou niet verwacht. Je had niet voor om natuurlijk. En de spoorlijn was erachter. En dan probeerde je toch een glimp op te vangen van wat daar gebeurde. En op dat moment ging het heel erg over medisch-ethische kwesties. Een hele explosief onderwerp op dat moment. En iedereen wilde toch een beetje een indruk krijgen van, ja, slaan ze elkaar daar de hersens in? Of zijn ze met elkaar in goed overleg een knoop aan het doorhakken? Weten we iets over wat ze gaan bespreken dan de komende dagen? Er is mij verteld dat eigenlijk alles aan de orde komt. En het bijzondere is wel dat als je bijvoorbeeld naar die medisch-ethische kwesties vraagt, wat de blokkade eigenlijk leek voor D66 om niet weer met de ChristenUnie in zee te gaan in het kabinet Rutte 4, dat daar wel al ook voorzichtig wel over gesproken is, maar op dit moment geen struikelblok heeft opgeleverd. Dus dat het nu niet zo is dat de visite van de komende dagen uitsluitend hierover zou moeten gaan en dat die hoorde echt per se nu moet worden genomen. Je hoort dat het eigenlijk over een heleboel andere dingen gaat. Eigenlijk het hele palet van dat beperkte regeerakkoord. Dus dat die hoorde die de afgelopen maanden zo hoog werd opgezet, dat die eigenlijk op dit moment niet echt een grote rol speelt. Zou je ook kunnen denken, goh, kom dat dan niet eerder. Maar, nou ja, dat ben ik met je eens. We zijn er nu. Bent u recent eigenlijk nog langs geweest om te praten met de partijleiders? Nou, we hebben natuurlijk wel contact. En, ik kom langs de Zwaluwberg bijna elke week op mijn racefiets, vaak in het weekend. Dus in het weekend dan zijn ze alweer weg. Maar ik wou zeggen, anders dan kan ik eventjes langs gaan. Heeft u het idee dat er genoeg wordt geluisterd? Nou, zeker. Kijk, ik denk dat ze wel echt nu bezig zijn. Het is wel mijn beeld van, er moet een kabinet komen, het land moet bestuurd worden. Niemand heeft belang, althans al deze partijen niet, bij verkiezingen. Dus we moeten eruit zien te komen. Dus ik ben in die zin relatief optimistisch, maar je weet nooit. Volgende week nog naar Groningen. Wat is het idee daarvan dan, om daar nog met elkaar te gaan praten? Ja, ook weer toch weer een beetje de afsluiting van het Binnenhof en de afleiding die daar komt kijken.
En, heel belangrijk natuurlijk, het dossier Groningen. De gedupeerde van de gaswinning van de afgelopen jaren is nog steeds iets wat niet is opgelost, waar veel geld voor is uitgetrokken, maar veel mensen toch nog steeds ontevreden zijn over de manier waarop het wordt aangepakt, ook nog niet gecompenseerd zijn. Er komt een parlementaire enquête aan over Groningen. Daar zal het volgende kabinet ook verantwoording over moeten en in moeten afleggen. En dat betekent dat je dan maar beter de vlucht naar voren kan maken als beoogde coalitie, dat je weet dat dit een heel zwaar dossier is. En dat je in ieder geval je licht opsteekt bij de mensen of bij een groep mensen die daar de afgelopen jaren zoveel ellende van hebben ondervangen. Is dat dan ook beeldvorming? In Den Haag is heel veel beeldvorming. Er zijn immers ook wel meer problemen momenteel in het land waarvan je je afvraagt, gaan ze dan die ook allemaal langs op verschillende locaties. Groningen is wel een van de grote dossiers. Dus ik vind dat logisch dat men dat doet. Men spreekt ook met Pieter Omtzigt als degene die toch heeft aangedrongen om een nieuwe bestuurscultuur en ook die formatie of het begin daarvan heel erg onvrijwillig heeft beïnvloed vanwege het feit dat zijn naam opdook. Ja. Dus je ziet wel dat men probeert dingen te adresseren die de afgelopen tijd of die de komende jaren voor het nieuwe kabinet een lode last dreigen te worden. Kunnen we deze week een doorbraak verwachten? Een doorbraak in zoverre dat men zal blijven doorpraten, denk ik. Een doorbraak van... Het houdt in ieder geval nog niet op. Nee, precies. Dat zou... Daarom moeten we er ook staan. Hè. Op het moment dat ineens een woedende Wopke Hoekstra of Gert-Jan Segers daar met slaande deuren dat landgoed afrijdt, dan weet je dat er strot aan de knikker is en dat we misschien eens moeten opmaken voor nieuwe verkiezingen. Gaat dit door? Gaan ze allemaal in pas en vrij uit elkaar vrijdag? Dan hebben ze weer een stap gezet op weg naar een nieuw kabinet. Dan hebben we ook nog die coronabesmettingen die stijgen. Het demissionaire kabinet moet daar natuurlijk ook nog keuzes over maken, over nieuwe maatregelen komen. In hoeverre wordt daar binnen die kabinetskringen nu echt die discussie gevoerd over maatregelen voor niet-gevaccineerden? Ik denk dat in het kabinet zelf men wel behoorlijk op één lijn zit welke kant het op moet gaan. Omdat men ook wel ziet dat het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is en het misschien geen pas geeft ook om allerlei ingrijpende maatregelen voor die groep ook af te kondigen op het moment dat zij zich eigenlijk niet echt het grote risico momenteel vormen. In ieder geval niet voor elkaar. Dus waar gaat het dan naartoe? Nou, dat op dit moment er achter de schermen natuurlijk heel veel moet gebeuren. Want als jij regels wil aanpassen of bijvoorbeeld een coronapas en het gebruik daarvan wil uitbreiden, dan moet je daar toestemming in de Tweede Kamer voor krijgen. En tot nu toe is de Tweede Kamer heel terughoudend. En ik merk dat de entourage van verschillende bewindspersonen op dit moment met verschillende fracties aan het kijken is van hoe ver zouden jullie eventueel bereid zijn om te gaan om die maatregelen vorm te geven. Morgen komt de OMT-advies en dan dinsdag persconferentie. We gaan zo verder praten. We zijn er.